echte rasartiest en ook flink aan het bier. Nee, ik ben niet aan het bier, ik ben aan de witte motor. Ik mag geen reclame maken, dus ik zal het zo doen. Het is melk. En ja, dat vind ik gewoon lekker. Daar ga je van groeien, zeggen ze. Nou, dit jaar staan er hele spannende dingen voor mij op het programma. Ik ga het jullie alvast maar zeggen, want niemand weet het nog. De persberichten moeten er nog uit. Maar er komt weer een knuffelconcert. En dat wordt een hele speciale aanpak. Maar ja, daar mag ik nog niet te veel over vertellen. Maar het is een heel groot recreatiepark die daarmee in zee gaat. We hebben hele bijzondere artiesten. Daar ben ik echt heel blij mee. En ja, omdat het al een heel warm initiatief was 2 jaar geleden, ben ik heel blij dat ik het gewoon weer een keer mag doen. Dus ik reken op u thuis dat u weer mee gaat doen met het knuffelconcert. Voor de rest ga ik een album opnemen. We zijn heel druk bezig. Maar dat zegt iedere artiest natuurlijk. Maar ik ben het echt aan het doen. En dan nog een primeurtje. Ik heb een hele mooie televisieopdracht binnengekregen. Daar ben ik een pilot van aan het schieten. En we hopen dat het zo'n beetje in oktober, november op televisie gaat komen. Bij de landelijke televisie, commercieel. En 12 afleveringen lang. Dus daar ben ik echt super, super, super blij mee. En wat is dat precies? Ik mag ook daar niks over zeggen, want het is een nieuw programma. Dat bestaat nog niet. Ik heb het zelf verzonnen samen met een producent. En daar kan ik echt niet te veel over vertellen. Maar het heeft in ieder geval te maken met muziek, met talenten, verborgen camera's en Roy Raymonds. Maar je hebt ook een tent bij je. Ja, ik heb een tent bij me. Ja, we hebben het nog niet in beeld gehad, maar daar gaan jullie straks vast een shotje van maken. Dat komt namelijk zo, ik heb het zo druk. Ik kom gewoon niet meer naar thuis toe. Dit is mijn mobiele bungalow. Nou, het is eigenlijk ook heel mooi. Hij is heel klein van buiten, maar hij is heel groot van binnen. Je gaat gewoon de gang door, trap af naar beneden, zit een jacuzzi en alles in. Eigen parkeergarage. En, daar ben ik al super, 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 super blij mee.